Goedendag. Ja, er staat een spannende weersituatie op het programma. En daarom dat we nu een extra weerbericht opnemen op deze zondag. Lage drukgebieden komen dichterbij. En een lage drukgebied gaat precies over Nederland trekken. En dat gaat grote gevolgen hebben voor het weerbeeld bij jou in de omgeving. Want waarschijnlijk gaan de verschillen tussen het noorden en zuiden van Nederland heel erg groot zijn. Dit weerbeeld, ik denk dat we dat toch regionaal echt wel gaan zien op dinsdag. Maar waar dat gaat gebeuren, daar ga ik je dus veel meer over vertellen. Op dit moment hebben we te maken met de noordwestelijke stromen, waarmee al beduidend koudere lucht wordt aangevoerd. Maar dit lage drukgebied moeten we in de gaten houden. Dat hier overtrekt van maandag op dinsdag met aan de noordzijde daarvan koude lucht, aan de zuidzijde juist zachte lucht. Daarna komen we in een noordwestelijke stroming terecht met hele koude bovenlucht. En dat betekent dat we dan ook, zeker op woensdag en donderdag, met winterse buien te maken gaan krijgen. En wie weet dat het in de nachtelijke uren dan wel even tijdelijk tot een sneeuwdekje gaat leiden op sommige plaatsen. Ja, eerst even naar de situatie dus waar we nu onze ogen op gericht hebben. Dat is een situatie van maandag op dinsdag en dinsdag overdag. Dit is het Nederlandse harmonieweermodel, een fijnmatig weermodel. Eerst zien we die buien waar we nu mee te maken hebben. En die gaat, dat gaat ook nog wel in de nacht naar maandag zo door. Morgen overdag toch wel vrijwel droog weer. Met temperaturen rond de een graad of 8. Maar dan gaat er dus wat veranderen. Het lage drukgebied komt dichterbij vanuit het zuidwesten. De wind gaat in het noorden al om naar het oosten. En die nederlaag komt erin. En die transformeert dan in het noorden in sneeuw. In de drie noordelijke provincies, volgens dit Nederlandse harmonie weermodel. Elders op heel veel plaatsen echt een flinke bak met regenwater. Tientallen millimeters regen. En dat niet alleen. Ik verwacht toch ook wel dat de wind flink gaat uithalen. Dat gaat later op de dinsdag dan gebeuren. Aan de zuidwestzijde van dat lage drukgebied. Daar kan die fors gaan uithalen. Misschien wel zware windstoten van meer dan 75 km per uur. Maar er zit nog steeds heel veel onzekerheid in de koers van dat laagje. In het Nederlandse Harmonieweermodel trekt de kern zeg maar over Flevoland heen. En alles ten noorden daarvan, daar is die winterse neerslag dan mogelijk. En in de gebieden waar die neerslag het meest intens is, daar kan zich dan ook even tijdelijk een sneeuwdekje vormen. Maar de meest recente uitdraai van bijvoorbeeld het Europees Weermodel, die ik hier nu nog niet eens heb, die laat de kern veel zuidelijker trekken, meer over Noord-Brabant. En dat betekent dat delen van Utrecht en Flevoland ook al in die koude lucht komen en dan ook kans maken op winterse neerslag. Het is dus nog echt spannend. Morgen op maandag komen we uiteraard ook weer met een update. Wie weet gaan we dan ook wel live. Dus abonneer ook even op het kanaal. Want dan krijg je een melding als we dat gaan doen. Nou, ik benoemde het net natuurlijk ook al even: die windstoten. Want dat kan ook, toch ook nog wel een belangrijke factor zijn morgen. Dat zien we hier goed gebeuren. Dinsdag overdag gebeurt er nog vrij weinig. Af en toe wel wat windstoten, maar geen zware windstoten. Hier zien we dat toch wel gebeuren. Aan het einde van die dinsdag, een knijpveld net ten zuidwesten van dat laag. En daar zijn dus windstoten mogelijk van meer dan 75 km per uur. Het zou ook zomaar kunnen dat het lage drukgebied nog wat verder uitdiept, dus nog wat krachtiger wordt. En dat ook grotere delen landinwaarts met die zware windstoten te maken gaan krijgen. Dat scenario heeft de laatste paar runs wel wat minder ondersteuning gekregen. Maar het zit nog steeds wel in sommige modelruns. Dus we houden dat ook uiteraard in de gaten. Dan pak ik nog even een ander korte termijn model erbij. Ditmaal het Duitse Icon D2-weermodel. Wat we ook vaak gebruiken in onze weersverwachtingen. Daar zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Eerst nog die buien richting die maandag. Dan maandag overdag is het op de meeste plaatsen zo goed als droog. En dan is het opnieuw wachten op dat neerslaggebied vanuit het zuidwesten. Dat zien we hier ook goed binnentrekken. En eigenlijk zien we exact hetzelfde scenario. Met opnieuw in het noorden die regen overgaat in sneeuw in dat koude gedeelte. In de rest van het land is gewoon regen. En daar ook aan het einde van de dag. Zien we eigenlijk al dat knijpveld weer ontstaan? Wat kan zorgen voor die zware windstoten in het zuidwesten van ons land? Interessant weer dus. Maar morgen is het dus wat dat betreft nog even stilte voor de storm, ofwel voor de sneeuw. Temperatuur komt dan uit, zo tussen 6 en 8 graden. Met daarbij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de ochtend nog wat regen, in de middag vaker droog. En in de avond wordt de bewolking dus vanuit het zuiden alweer dikker. Op nadering van dat lage drukgebied. Nou, die trekt dus op dinsdag over, waarschijnlijk met de kern midden over ons land. Maar die locatie die kan dus nog wat gaan verschillen, en dat heeft dus grote gevolgen voor het weerbeeld in jouw omgeving. Wat we nu uit hebben staan, is dat het noorden wel de grootste kans maakt op die winterse neerslag, met daar maximaal rond een graad of twee. En dus in de gebieden waar die neerslag het meest intens is, daar kan het misschien tijdelijk tot een sneeuwdekje komen van enkele centimeters. Maar er moet wel echt alles mee zitten. Elders is het 8 tot 11 graden en daarmee beduidend zachter. En die grens is ook heel scherp. Slechts een paar kilometer zitten dan maar tussen die winterse neerslag en dat hele zachte weer. Nou, die wind die is dus eerst nog niet heel erg aanwezig, maar wordt uiteindelijk matig boven land mogelijk krachtig aan zee. We zien dus later op de dinsdag dat we mogelijk nog met stormachtige omstandigheden te maken gaan krijgen. Daar komen we morgen ook uitgebreider op terug, of dat dan ook nog in de weermodellen zit. Nou, de dagen daarna komen we dus wel in die noordwestelijke stroming terecht en dan worden de bovenluchten met name heel erg koud. Woensdag overdag een graad of vijf en dan. Ook winterse buien. Zeker in de nachtelijke uren zou het dan dus zomaar kunnen. Dat we verder landinwaarts een klein drapdekje krijgen van die sneeuw. Ook de donderdag is al het geval. In de nachten neemt de kans op vorst dan ook langzaamaan wat toe. Ook vrijdag hebben we nog te maken met enkele winterse buien. En ook de zaterdag ziet er op dit moment nog vrij koud uit. Maar dan sluipt de onzekerheid er wel in. Een storing gaat dan passeren. Een lager drukgebied komt dichterbij. En dan wordt het nog even de vraag of die koud gaat winnen. Of dat toch het zachtere weer. Uh, ja, in Nederland dan binnen gaat trekken. Morgen gaan we misschien wel live. Dus zoals ik net al zei, abonneer dan even op ons kanaal. Dan krijg je een melding als we dat gaan doen. Sowieso een extra weerbericht morgen. Vanwege de spannende weersituatie. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.